Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen Seizoen 3. We staan hier op het strand in Piratenland, want vandaag is een hele bijzondere dag. Ik heb afgesproken met twee nieuwe piraten. Er komen maar liefst twee hele nieuwe piraten hier in Piratenland wonen. Als het goed is, komt de eerste zo meteen hier ergens aanvaren. Dus als wij nog heel even rondlopen en misschien met het vrouwtje hier praten... Oh, daar heb je het bootje al, jongens. Kijk, daar zal je hem hebben. Met een schildpad zelfs. Justin, welkom. Dat is niet piratentaal. Doe dit even opnieuw. Oh, wacht een moment. Even... Oh mijn god, wat gaat er tragisch achteruit. Probeer het opnieuw. Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. Welkom, matroos. Hey. Leuk dat je vandaag in Piratenland bent aangekomen. Ben je klaar voor het ultieme piratenavontuur van vandaag? Ik ben vooral toe aan een nieuwe outfit. Jij, hoezo? Je outfit ziet er echt denderend uit. Alsof ik juist ben ontsnapt. Nee, ja, je bent ontsnapt uit het saaie leven. Welkom in Piratenland. Welkom in het leven. Leuk. Met het leukste kanonnen. Leven ooit. Met een kanonnenvoer? Nee, kanonnenvoer, inderdaad. Jij met kanonnenvoer. Nee, kom hier. Welkom. We gaan vandaag jou helemaal inwijden als piraat. Want ik ben je natuurlijk af en toe best wel eenzaam. Ik heb zeg maar nep mensen gecreëerd. Omdat ik zo eenzaam af en toe ben. Ja, en ik heb hier wel de boselfjes en zo. Alleen ja, dat zijn niet echte piraten. Nee. Je zou met nog iemand komen. Ja. Ik zag een schildpad, ik neem die schildpad mee en ik heb hem ergens... Maar waar is de andere piraat? Ja, dat weet ik niet. Oh mijn god, weet je, ik heb wel een idee. Je hebt altijd ideeën. Ja, ik heb ideeën. Ik hoorde een beetje rumoerig geluid vanuit de dinges komen, een beetje de haven daar verderop. Ja. En ik snap het al niet helemaal, maar ik denk dat ik dan nu wel snap waarom. Het is toch niet diegene die ik mee heb genomen, hoop ik? Ik denk dat het diegene is die je mee hebt genomen. Shit. Straks gaat hij dit allemaal vertellen aan jou, wat ik allemaal heb aangedaan. Kijk, kom hier aan bij de koekjeskraam van Harlow en ik zie volgens mij daar al iets wat daar niet hoort te zijn normaal. Is het een kraampje? Andere matroos! Oh, hij slaapt. Hey, goedemorgen matroos. Hey. Hallo. Het is een kraampje. Je hebt een kraampje op je hoofd. Kraampje op mijn hoofd. Ja. Hey, welkom. Jij bent al eerder aangekomen zo te zien. Heb je hier gaan slapen in de kraam of zo? Ja, ik zat te wachten op mijn maatje Justin. En die kwam maar niet. Dus ik denk, die kan ik wel even pitten. Ja, had je omgeruild voor de schildpad. Ja. Wat? Hey, kom hier. Jongens, welkom. Welkom in... Oh, kan ook. Welkom in Piratenland. Jullie willen piraten worden, zoals ik het heb begrepen. Ja, jullie hebben jullie outfit aangetrokken. Ik voel me al als piraat. Jij hebt zelfs je been afgehakt en je hebt een houten stok of een kurk. Ja, lijkt het eerder op. Ja, ik zeg dus altijd, ik ben gebeten door een alligator. Maar dat was ik. Nee, ik ben gevallen. Je hebt het zwaar nog in je handen. Ja, je bent gevallen. Ja. En je been ligt eraf daardoor. Ja, je moest geamputeerd worden. Oh, dat is wel heftig. Ja, dat was best een ding. Hey, welkom. Laten we eerst even naar jullie vertrekken toe gaan. Want jullie kunnen natuurlijk... Dan gaan we jullie weg. Nee, we gaan niet vertrekken. We gaan naar jullie huis toe. Ik ga jullie even locatie geven om te slapen. Okay. Kijk, kom mee. Kom gezellig mee. Want je kan niet altijd daar maar onder een kraampje blijven liggen. Ik hoop dat het wat luxer is als hier, want dit is... Nee, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Vertrouw me maar. Jongens, welkom. Zoals jullie zien heb ik hier een mega piratenschip en piraten wonen natuurlijk op een boot. Is een van jullie zeeziek? Ja. Ja, hoezo? Je wil piraat worden en dan ben je zeeziek. Dat klopt ik ben een landpiraat. Landrot noem je dat. Kom, je moet hier even over de ding heen parcouren zo. Ja, klim even via de ladder omhoog. Jawel, dit is de eerste piratentest dit. Ja, dat kan ik niet. Gaat nu al Ja, ik heb hem. Oké, klim maar omhoog. Eet even een appeltje hoor, die heb ik gevonden. Lekker, ik eet vis. Vanuit welkom nogmaals, we hebben hier het piratenschip. En wat we gaan doen, is we gaan hier door dit luikje... Klimmen wij even naar beneden, hier zo. Deze. Kom maar. Of je springt gewoon naar beneden, dat kan ook. Kijk, welkom in jullie vertrekken. Mijn houtvoet. Je houtvoet. We hebben hier allemaal bedjes. Dan kunnen jullie, als jullie nu allebei een bedje kiezen waar jullie slapen voortaan... Ik ga niet op een stapelbed liggen. Nee, hoezo? Hoezo niet? Hier is hier een losbed. Ik claim deze. Er is maar één losbed. Oké, die is van Justin. Ik pak deze hier. Welke? Nee, dat is een gevangenis. Daar kan je niet in. Dat is een eigen kamer. Nee, dat is een gevangenis. Kijk, Justin, jij kan een bed delen hier met... hier is ook nog eentje los. Ja, voor mij. Dan hoef ik niet zo dichtbij te slapen. Nee, maar dat is wel de buurman van Hermelien ben je dan. Hallo, Hermelien. Goeiedag. Oké, nou, jullie hebben jullie dinges. Ik ga even vast naar boven. Leer een beetje de crew kennen die we hier hebben. Ja. Dan ga ik heel even naar boven. Kijk, je wordt aangekeken. Wie is dat? Heb je al vrienden gemaakt? Nee, ik durf niet. Draai even om. Andere kant. Hey! Dat is Ron! Dat is Ron, ja. Waar is Harry? Je kennen. Ja, Harry is vermist nog steeds. Ik zit hier met de dames. Ik heb Hermeline en Penelope.
Hey, ik ga vast naar boven. Jullie kunnen naar mijn kapiteinsoort komen, zodat jullie klaar zijn voor de eerste les in Piratenland. Want jullie moeten echt piraten worden. Ja, ja. Nou, we zitten hier op mijn stoeltje in mijn kapiteinsoort. Ik ben benieuwd wat ze aan het doen zijn. Nee, maar ik hou niet zo van water. Ja, maar hoeft ook niet in het water, Rick. Oké. Okay. Oh, nee, maar dan... Oké, okay, nee, dat is goed. Tuurlijk wel, je bent toch een echte piraat, man. Ben je helemaal... Ja, maar nee. Nee, maar ik ben... Ja, hallo. Ja, sorry. Ja, ik had toch iets anders bij voorgesteld. Anders weer kanonnen voeren, hè, dat weet je hier. Nee. Oké, nee, maar dan doe ik het wel. Wil jij me dan wel leren zwemmen? Ja, je springt erin. Ja. Dus je armen en zo. Ja. En je benen ook. En dan ga je waarschijnlijk vooruit. Oké. Okay. Nee, dan ben ik er klaar voor, denk ik. Let's go. Hiro. Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? Ik ben wel zenuwachtig. Wat denk je van mij dan? Ik doe even een plasje. Oh, oké. Okay. Ik hoef het niet. Oh, niet? Nee. Oké. Okay. Ja, ga jij maar. Jeetje. Goeiedag. Dat is nog eens een originele manier om binnen te komen. Dat bedoel ik. Minpunten voor jou voor je onoriginaliteit. Als eerste. Ga je doen? Je weet dat je op die manier... Zo kom je er niet door, hè? Hallo. Hallo, waar is die andere fans? Oh, die heb ik opgepakt. Zo, hoppakee. Goeiedag. Welkom. Jullie gaan vandaag piraten worden. En ik de ben eerste... Het al. Nee, jullie zijn gekleed als piraten, maar jullie zijn nog niet echt piraten. Ik voel me echt als een piraat. Man, ik ga even... Hoezo voel jij je als een piraat? Wat voelt piraatachtig aan jou? Ik zit op een schommelende schip. Een schommelende schip. Zo, ja. Dat heeft u wel een punt. Ja, ja. Oké. Okay. Kom mee. We gaan beginnen met de botenrace. Ja, maar Rick, onthouden, hè? Zwemmen. Ja? Oké, okay, ja. Oké, okay, dus... Armen. Doet je armen. Botenrace. Ja, maar dat kan toch ook misgaan? Ja, maar als ik omval, dan ben ik... Ja. Ja, ik weet niet waar jullie het hele idee met vanaf halen dat jullie moeten gaan zwemmen. Oh. Oké, okay, ik heb voor jullie, als jullie mij volgen, ik heb twee prachtige bootjes voor jullie. Kijk, ik ben wel een luxe piraat, hè. Ik wil eentje met een motor. Nee, dat gaat niet gebeuren. Moeten we handwerk doen? Godverdamme. Wait, ik ga hier een bootje plaatsen en nog één. Zo, ga allebei in jullie bootje zitten. Ik wil deze. Oké. Okay. Nou, dat duurt helemaal goed. Oké. Okay. Het doel is, je gaat zo meteen naar rechts. Je gaat daar om Schedeleiland heen. Ja. Dan ga je daar vanaf de achterkant, vanaf de boot daar, ga je een cirkeltje om de boot doen. Om deze boot, die voor. Ja, die voor, met de klok mee. Dus met de klok mee, cirkeltje eromheen. Dan ga je bij het hotel, het Schiereiland erin, langs de witte boot eruit, achter die grote boot langs door, en dan kom je weer hierheen en hier wachten op jullie, oké? Ik ben het ook kwijt. Ik ga even slapen. Ja, als je het niet... Ja, de piraten moeten dit in één keer onthouden. Oké, komt ie. Drie. Twee. Één. Go! Oké. Op een gegeven moment zijn jullie buiten mijn zicht, dus moeten jullie het zelf overnemen. Jongens, ik zie niks meer. Okay. Justin, aan de kant! Hallo, je zit een paar meter achter mij, man. Ja, Justin, je moet hier rechtdoor. Hier moet je rechtdoor, hè? Nee, ik moet hier links. Justin, je moet rechtdoor. Nee, jij snapt het niet. Justin, je gaat fout. Kijk. Ik heb hem opgevoerd. Ja, waarom gaat hij voor jou zo snel? Ja, dat is kunstig. Justin, kom terug. Justin, doe even remmen. Even spannend houden. Justin, even remmen. Hoeveel rondjes moesten we? Ja, twee. Twee? Jullie moesten maar één... Ja, om die boot één rondje. Ja, één rondje maar. Eén rondje, zie je, Rick? We moesten echt een rondje eromheen. Dat heb ik helemaal niet gehoord. Een rondje om de boot, zei ik. En dan? Met de klok mee. En dan bij het hotel erin. Hotel? Ja, het hotel, of een restaurant, sorry. Het restaurant erin en dan achter bij de witte boten weer langs. Hoe is dit? Waar is het rest? Ja, hallo. En dan achter de grote boot weer terug hierheen. Het restaurant is geen met het paarse dak. Ga ik al winnen? Weet ik niet, ik zie jullie nog niet. Rick. Ik heb heel veel piratenmunten. Echt? Piratenmunten? Ja. Wat voor kleur zijn ze? Wit. Hey, de eerste bootje is een gouden. Rick, ja. We hebben een winnaar, denk ik. We hebben een winnaar, Miran. Oh, nee. Nou, uitstappen heb je gewoon goed zo. Ik wil niet dat we nou, we hebben een winnaar. Hartstikke top. Weet je, je mag gelijk een prijs uitkiezen. Echt? Ja, kies maar wat je wil. Dat is het piratenleven. En gelijk een goede les. Piraten mogen krijgen wat ze willen. Ik wil Justin zijn hoofdbandje. Nee. Echt? Ja, die wil ik hebben. Die wil ik. Oké, prima. Gaan we regelen. Nee. A few moments later. Goed jongens, jullie hebben het helemaal opgelost. Het probleem, de hoofdband van Justin is nu op Rick's hoofd, zo te zien. Maar en ik moet wel zeggen, ik nu lijkt jij helemaal een gevangenis ontsnappen. Nu ben je echt helemaal iemand die een gevangenis ontsnappen. Maar ik moet Rick wel wat bekennen eigenlijk. Wat? Ik zweet ontzettend erg. Eeuw. En dat vind ik fijn. Bandje om. Dat vind je fijn, zei dat nou? Ja, vind ik lekker. Goeie piraat ben jij. Dan gaat die viezigheid, smerigheid, daar moet je niet bang voor zijn. Dat hoort bij het leven. Dat hoort bij het leven van de piraat natuurlijk. Zo. Welkom bij de tweede test, volg mij. De tweede test, jongens, is nog iets... Kijk, jullie hebben het varen nu onder de knie. Weet je, Rick is blijkbaar... Als jullie ooit op een boot zitten, moeten we Rick achter het stuur zetten en niet Justin.
Nee, precies. Maar dat weten we natuurlijk ook niet. Als je boot kantelt, heb je een probleem. Want dan ja, dat zo. Ik kan niet zwemmen. Oh ja, ik kan niet zwemmen. Dat is het. Maar daar moet je ook varen, weet je. Dan heeft hij de controle. Ja, precies. Goed, jongens. Ik ga hier wachten op jullie. En dan wil ik dat jullie allebei... Piraten zijn heel goed in stelen. Piraten zijn natuurlijk de beste dieven ter wereld. Die stelen wat ze kunnen stelen. Ja. We hebben hier een hele grote piratenbasis. Ik wil dat jullie allebei één ding stelen. En degene waarvan ik zeg... Oké, dat vind ik het meest waardevol dat ze juist van mij is gestolen. Die wint, oké? Jullie krijgen... Iets van jou. Iets van mij, ja. Iets van mij stelen. In deze hele basis. Als ik dan zo meteen terug... En jullie moeten dan al binnen 2 minuten hier terug zijn. Degene met het meest waardevolle... 2 minuten gaan in over 3, 2, 1. Go, 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 go. Meest waardevolle stelen wat je kan vinden. Wat ga jij pakken, Rick? Ik wou jouw riem pakken, maar die vind ik niet heel waardevol. Riem? Ja, ik zag dat jij een riem had. Ik denk, die neem ik even mee. Oh, je wilt om mijn ding heen? Ja. Of bij Justin? Ja, bij jullie allebei. Oh. Hebben jullie al iets waardevols gevonden? Nee. Jullie hebben heel weinig tijd, hè? Ik heb nog 3 minuten. Minder dan 2. Oh. Je kan alleen niet meer rennen, dus dat vind ik oneerlijk. Ja, als beloning krijgen jullie eten zo. Oh, dat vind ik vriendelijk. Ja, verdikke me. Moeten we 1 ding stelen of meerdere dingen? Het hoeft niet uit de kist, hè. Je kan toch gewoon het blok. Het is niet specifiek uit de kist. Gewoon 1 ding mag je maar stelen. En degene waarvan ik denk, dit is het meest waardevol dat er gestolen is, die wint. Maakt niet uit wat het is. Het mag leven, het mag niet leven. Het mag een item zijn, het mag een blok zijn. Ik heb denk ik wel iets. Oké, maar het probleem is, Rick, hij moet het waardevol vinden. Ja, hij kan het op 2 manieren bekijken. Maar ik hoop dat hij als echte piraat wel de waarde snapt. Ja, dat denk ik ook. Ik ben al helemaal klaar. Jij bent al helemaal klaar. Oké. Denk ik wel. En ik denk dat Justin zo te zien ook klaar is. Ja. Oké, kom maar bij elkaar, jongens. Ik heb een heel goed bijpassend verhaal hiervan. Ja, prima. Oké, laat Justin maar eerst. Begin maar, Justin. Begin jij maar. Ik heb allerbeste Benny ooit. Ja? Maar met het dagboek van Benny. Oh, een dagboek van Benny. Ja, weet ik niet. Ik heb niet gelezen. Ah, oké. Zorg even trouwens niet dat Benny wegloopt. Jawel. Benny, die komt altijd terug. Benny! Die komt altijd terug. Hey. En hij gaat denken, wat heb jij gestolen, Rick? Ik heb iets heel waardevols, wat nog niet waardevol is, maar wel heel erg waardevol kan zijn. Oké. Jouw schatkaart, die je nog niet ziet. Oké. Met nog een schat die nog gezocht moet worden. Ze kan voor miljoenen aan goud in liggen. Ja, dat klopt. Maar, dan moet ik zeggen, Benny, Super Ultra Benny die daar staat, heeft mij 10 diamond blocks gekocht. 10, Rick? 10 blocks, hè? Deze 10 kan keer wel 9. Meer. 10 keer 90 diamonds heeft hij mij gekost. Ja. En ik denk niet dat er 90 diamonds in die schat op die schatplek gaan liggen, Rick. Zal ik jou eens wat vertellen? Als jij een piraat bent, heb je helemaal geen 90 diamonds hoeven te betalen, want dan had je hem gewoon gestolen. Ja, dat klopt. Maar hij is niks waard. Deze wel. Nee. Ik geef deze aan Justin. Ja, dat deze ook. Als ik moet kiezen, als ik een hele wereld voor me stel zonder die schatkaart. Of zonder, ik stel wel weer een nieuwe schatkaart, weet je. En Benny, die is niet te vervangen. Die is niet te vervangen. Dat is een lange bloedlijn aan paarden. Maar, je hebt gewonnen, Justin. Wat wil je stelen van Rick? Mag ik ook iets? Nee. Ik wil iets anders stelen. Oh, wat wil je? Nou, kijk, ik heb de laatste tijd last van vliegen. Ja. Dus als ik aan het lopen ben, krijg ik een vlieg in mijn oog. Ja. En toen dacht ik, nou, je hebt een heel mooi dingetje. Nee, je mag niet mijn ooglapje. Jawel. Nee, niet mijn ooglapje. Dus ik zou graag jouw ooglapje willen hebben. Dan heb ik 50% minder kans dat er een vlieg in mijn oog plant. Oké, prima. Je mag een ooglapje. Oh, goed. Nou, je hebt het ooglapje op. Ik weet alleen niet hoe die zit. Volgens mij in je haar. Of hij gaat onder je haar of zo. Zo te zien. Maar hoe voelt het? Ja, prima. Prima, ja. Ik moet wel zeggen, nu komt wel mijn vieze, blinde, blauwe oog. Die komt er een beetje onder vandaan. Dus ik vind het wel minder mooi nu. Maar ik wil aan het einde van de dag wil ik hem wel terug, alsjeblieft. Nee, dat ligt eraan als je wint. Winnen? Ik ben al een piraat. Ik hoef niet meer te winnen. Ik heb dit al. Maakt niet uit. Weet je, jongens, we gaan. Echt een piraat heeft een oogje. Het is tijd voor een piratenlunch. Wat vinden jullie daarvan? Tijd voor een piratenlunch. Dus als jullie naar het restaurant gaan, dan ga ik wat eten halen voor jullie. Weten jullie wat het restaurant is? Je moet naar. Zeg maar, redelijk. De restaurants die in het paarse dak. Dan moesten jullie mee varen net. Ja, oké. Oké, dan zien jullie daar. Goed, jongens. Jullie zijn aangekomen. Nee. Ik heb een veel beter plekje voor jullie, jongens. Kom maar. Jullie krijgen een exclusief piratenplekje. Kom maar, kijk. Jullie mogen kiezen. We hebben hier, zeg maar, een mega romantisch plekje waardoor jullie uitzicht hebben op dat daar. Maar omdat we hier echt wel met een piratendag zijn en echt wel gewoon twee ijzersterke piraten hier aan het kweken zijn, gaan we even naar nog een exclusief plekje. En dat is hierboven. Kijk dit nou, met een kaarsje en al. Helemaal voor jullie dit. Zo. Ga lekker zitten, kies een plekje. Hey, welkom bij het... wat is het voor mij? Welkom bij First Age, het gevulde ankertje.
En die gaan niet alleen het ankertje vullen, maar we gaan ook jullie buikjes vullen vandaag, ja, jongens. Ik heb wat, vreselijke trek. Wat denken jullie dat jullie krijgen? Dit is even, wel benieuwd. Ik denk bedorven vis van vorige week. Bedorven vis van vorige week. En jij? Ja. Vis van deze week. Nou, ik hoop voor jullie dat het vis van deze week... Ik weet niet precies wanneer deze vis gekweekt is, maar ik heb vis voor jullie. Ja, dat bedoel ik. Maar jullie mogen ook kiezen uit een lekker stukje biefstuk. Oh, doe mij maar een stukje biefstuk. Jij wil een stukje biefstuk? Ja. Oké, hoppakee, jij krijgt een stukje biefstuk. Dan heb ik alleen een vis voor jou. En... Ja, ik rook al iets. Ik denk, is het nou Rick of de vis? Nee, ik denk dat het de vis is. Ik heb ook nog wel meer biefstuk, maar die hou ik denk zelf. Dus hier heb je vis. Gewoon een lekker stekje vis. Dan geniet ervan. Gewoon een lekker stekje vis. Meestal krijg je gewoon één vis en dat is het. Moet ik een hele stek naar binnen zitten houden? Jij krijgt gelijk wel veel. Ik heb 64 vissen. Jongens, ik ben heel even aan de andere kant van de deur. Als jullie wat nodig hebben, roep me maar. Klets gezellig met elkaar. En ik hoor het wel als jullie wat nodig hebben. Ja, drinken. Ja, ik hoor het wel als jullie wat nodig hebben. Een slokje. Oké, ik zie jullie straks wel weer. Oké, is goed. Tot zo. Ga lekker zitten. Als er wat nodig is, roep me maar. Ja. Binnen no time heb je het, oké? Ja. Ik ben achter deze deur. Is helemaal goed. Drinken! Sorry, je drink is op. Maar, je kan ook uit de zee drinken. Echt piraten drinken uit de zee. Dat is echt, dan krijg je scheurbuik. Ja, ja, maar je kan jezelf geen piraat noemen als je nog nooit scheurbuik hebt gehad. Dat is wel een ding. Ja. Dus, Ik zit eet vol. Even lekker op, ik wacht beneden. Zodra jullie klaar zijn, oké? Ik wacht beneden op jullie. Ik drink het kaarsvet hier wel op. Dus kom je hier vaker? Ja, meer regelmatig. Ja? Ja. Wat is je favoriete item op het menu? Ik denk toch wel vis of zo. Weet niet. Heb ik niet elke dag. Nee. Wat heb je nu in je hand dan? Dit zijn pistachenootjes. Oh, lekker. Ja. Daar vist bij mee. Jeetje. Ik heb het idee dat je me niet serieus neemt, maar dat zou ik aan mij kunnen nemen. Daar pissen we mee, met pistachenootjes. Ik vis altijd met M&M's. Weet je hoe duur die zijn, joh? Ja, dat is wel waar. Hey, jongens, komen jullie naar beneden, of... We hebben gewoon een gezellig gesprek, meneer. Ja, maar etenstijd zit erop. Oh. Etenstijd zit er alweer op. We willen graag wat drinken, maar... Ja, ik heb best dorst. Hallo. Hoe kom jij nou aan zaadjes? Nee, dit zijn geen zaadjes. Pistachenootjes. Oh, pistachenootjes. Weet je dat we daar hier altijd mee vissen? Dat zei ik net! Weet je, echt piraten weten dat. Oeh, ja, nee, dat is ook wel een bekend piratenlegende. Maar, kom hier. Kom hier. Jullie beweren dus, althans jij beweert dat pistachenootjes goed zijn om te vissen. 100%. Toch? Nou, welkom in het vissershuisje. Ja. Oh, we gaan vissen. Welkom in het vissershuisje. Jullie krijgen vissen. Van mij allebei een hengel. Ik heb vis. Allebei dezelfde hengel. Ik ben zo snel met vis vangen. Hoppakee. En jij ook. Dan mogen jij hier... Nee, wacht, kom maar. Nee, kom maar. Meneer, is niet echt heel duidelijk. Kom jij hier? Nee, hier. Nee, kom maar. Juist. Ik wil jou graag hier hebben. Ja, wie is jou? Jou. Kom maar. Oké, ja. Ja. Zo, hoppakee. En dan wil ik jou, Justin. Ja. Jij kan wel zwemmen en dan kan jij naar dat strandje daar toe zwemmen. Word ik nat. En dan wil ik dat jullie allebei een minuut lang gaan vissen. Ja. En degene met de beste vis, de beste prijzen die hij opgevist heeft, die wint. Dan ben ik sowieso. En dan gaat in over 2 seconden. 50 vis. 1. 2. 2, go. Hé, hey, psst, kom. Hier. Dan ga ik even een tukje doen in tussentijd. Visie. Hé, visie. Kom, visie. Wil je lekker warm gebakken worden? Ja, ik heb 2 vis. Woe! Hoe heb je nu al 2 vis? Ik heb water! Ik heb eindelijk drinken! Nee! Hij heeft water opgevist! Vieze zeewater! Ja! Ik kan eindelijk geen scheurbuik ervaren. Ik heb ook hele lekkere vis, denk ik. Wel een beetje taai, maar wel lekker. Hey, ik heb Nemo gevonden! Yes! Ik heb heel veel groenten! Echt een... Ik kan gaan een salade maken. Salade, zeesalade. Yes! Ik heb vis! Hey, Rick! Hey! Kijk eens! Ik heb augurken. Lekker man. Ja, ik ben benieuwd wie het beste opvist, jongens. Wie de beste dingen opvist van jullie twee. Ik moet alleen nog een broodje. Dan kan ik gewoon een broodje zo maken. Lekker. Yes, ik heb een opgeblazen vis. En dan krijg je een opgeblazen gevoel van. Dat moet je niet doen, hè. Komt er weer één? Ja, komt er één, hè. Ik heb er één. Ja. Yes. Kijk, Zampie. Lekker vis. Oké, jullie mogen allebei nog 2 dingen vangen. 2 dingen. Okay. 2 dingen. Mogen jullie nog naar vangen. Keuze? Nee, niet naar keuze. Gewoon 2 totaal. Kom op, kom op. 1 miljoen euro. Yes! 2 miljoen. Ja, het gaat zo goed, Rick. Jij hebt nog een visje. Kijk, en dan ga ik nu even in Justin's vaarwater. Oh, dat is gevaarlijk.
Strafbaar. Ben heel benieuwd. Ik ga mijn laatste worpje. Wat mijn laatste worpje. Vissen? Yes! Een bot. Yes! Woe! Oké, kom maar terug, Justin. Heb je hier een laddertje? Kan je omhoog klimmen? Ja, ik heb Justin. Ja, maar dat is niet zo waardevol. Je zoekt juist waardevolle dingen. Oh, ja, dat was het. Ik wil niet dat Rick waardevol is. Oké, jongens, kom maar. We gaan naar het vissersutje. Goed, ik wil eerst Justin. Justin, wat heb jij allemaal hier opgevist voor ons? Gooi het maar op de toonbank. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Ik heb 2 sleutels naar een geweldige plek in de wereld. Oh, schatsleutels zijn dit. Schatsleutels, ja. Schatsleutels, oké. Okay. Daarna heb ik een beetje... Je kent sla. Ja, ik ken sla. Andere kleur. Roze sla. Dat is roze een legendarische piratensla. Ja, wel. Kijk, en dan denk je, dit is het. Maar dit is het niet, hè? Oh, oké. Okay. Nee. Ik heb ook nog een joekel van een vis. Die hadden we al, moet ik zeggen. Daar hadden we al aardig wat van. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik heb hem. Je hebt hem wel gevangen, moet ik zeggen. Oké. Okay. Kijk, en je hebt natuurlijk sla. Dat is groen. Ja. Maar je hebt daarna ook nog andere groen. Oh, oké. Okay. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, oké. En daarnaast had ik ook nog 1 vis. En hier 1 vis van. En botjes. Dit was het. En botjes. Oké, dan gaan we het allemaal even op een rijtje zetten. Justin, je hebt best wel veel gevangen. Ja, maar dan kom ik met mijn pizzasnootjes, hè? Ah. Ik ben echt benieuwd naar M&M's tactiek. Ik zie trouwens nu, heb ik jullie gewoon rauwe vis gegeven net? Ja, daarom duurt het ook zo. Ik dacht dat ik jullie gekookte vis had Nee, ik heb ook gewoon mijn steak. Oh, jij hebt steak natuurlijk. Oh, Justin heeft gekookte rauwe vis gegeven. Ik heb rauwe vis, denk al. Kijk. Niet te kanen. Maar ja, beter dan bedorven vis. Dat klopt, oké. Okay, wat heb jij voor mij? Zo is het. Nou kijk, ik hoorde dus net, toen we net heerlijk hebben geluncht, dat het drinken op was. Dus ik heb heerlijk wat drinken meegenomen. Ja. Drinkwater is hier wel heel waardevol, moet ik zeggen. Al iedereen sterft elkaar scheurbuik. Ik weet ook niet hoe lang jullie het volgenomen. En dit is pure drinkwater uit de mineralen van Oostenrijk. Oh ja. Dus dan weet je dat. Is dat een dop op dan? Er zit zeker een dop op, dat zag je toch? Nee, er zit een dop op. Maar hij ziet dat natuurlijk niet. Wacht, ik hou hem af bij je rechteroog. Zo. Oh ja. Oké, wat nog meer? Ja, kijk. Je linker trouwens, sorry. Ik heb dus laatst opsporingsverzoek gekeken. Ja. Er was dus een vis vermist. Finding Nemo, dus ik heb hem teruggevonden. Oh, dat meen je! Ja. Na al die jaren! Justin, ik zag dat jij trouwens nog wat ik keek opsporing verzocht, maar dan de internationale versie daarvan. Mm-hmm. En toen kwam ik dus de beroemdste vis van de hele wereld. Ja, dat meen je. Dit is echt niet normaal. Wat heb je gevangen? Ik heb Finding Nemo. Je hebt hem? Ja, ik heb hem echt. Laat zien dan, ik zag Dora ook nog zwemmen, hoe heet ze? Nee, dat ging Dora. Dory, niet Dora. Ja. Geef hem dan. Wat? Van Nemo. Hoeveel is het waard? Ja, kom nou. Sorry. Oké, die gaat bij Justin's kistje erin. Oh. Hey, Rick, wat heb jij gevangen? Ik heb dus met opsporing verzocht. heb je nog gekeken? Hou op, geef hem dan gewoon. Okay. Geef die domme vis dan maar gewoon. Oké. Domme vis. Oké. Dan heb ik hier ook nog 2 rauwe visjes. Oeh, ja, dat hebben we al. Ja, die wist ik wel. Die mag je schouder. Ja, die mag je schouder, oké. Om daarmee af te toppen voor op een broodje, heb ik nog wat heerlijke augurkjes. Oh, lekker. Kijk, daar hou je van, dat weet ik. Augurkjes. En je kan natuurlijk ook nog een heerlijk broodje zalm maken, dus die heb ik ook. Mm-hmm. Ja. Oké. Ik heb een hengel gevangen. Nee, die heb je gekregen van mij. Oké. En ik heb 24 gekookte vissen gevangen. Die... Gekookt. Gekookt. Je hebt 24 gekookte vis uit de oceaan. Ja, ik heb ze. Ze zwemden in een jacuzzi. Je niet van tevoren aan je hengel gedaan toen de hengel in het water geslingerd? Dat zou ik niet durven. We gaan even vergelijken, jongens. Wij hebben hier in de Justin-kist een zalmpje. Lilypads, een pufferfish. Lilypads? Salade, nog meer salade, sleutels naar schatkisten, botten en een rauwe... Ja, maar ook botten van een heel beroemd persoon waarschijnlijk, hoor. Botten van een heel beroemd persoon, oké. En dan hebben we in Rick's kist hebben we gekookte vis, gekookte kabeljauw, lekker. Okay. Hebben we een rauwe zalm, hebben we augurkjes voor op de salade, Finding Nemo vanuit opsporing verzocht, drinkwater! Ja, ha. Kan je ook gewoon uit de kraan halen, maar oké, ga verder. En ook nog 2 rauwe zoopjes, maar die heeft Justin. Die heb je geen bewijs meer van, die zijn opgegeten. Oh. Ja, maar als je gekookte vis uit de zee kan halen, kan je dan ook niet gewoon een bakje kibbeling of zo? Nee, maar de ravicottesaus was op, dus dat ging niet. Weet je, ik zit te denken, want het is wel moeilijk om hier een winnaar uit te halen. Nee, dat valt wel mee.
Nou, oh, is makkelijk. Nou, ik wilde eigenlijk Justin laten winnen, maar aangezien Justin in de vorige ronde mijn piratendingetje heeft gestolen, gaan we het op een piratenmanier corrupt maken, laat ik nu Rick winnen. Rick, je hebt gewonnen. Let's go! Ik ben een piraat! Oh, wil je... Wacht. Rick, kan jij even buiten wachten? Oh, ja, zeker. Ja, oké. Jij mag wel trouwens alle spullen hier van Rick stelen. Die ja, Rick dat dacht ik. Echt die piraten. Nee, dit is allemaal voor jou. Ja, maar ik maak dus ook jatten. Maar ik had veel meer spullen, dus dit nou. Zo meer spullen, dat is wat jij mij had gegeven. Ja, maar ik had veel meer. En de winnaar hier krijgt ook nog een stacksteek. Hey! Hey, piraat, ik zei dat je buiten moest wachten. Ja, ik dacht dat ik hoorde dat ik naar binnen kon komen. Nee, naar buiten wachten. Oh, oké. Oké, we komen er zo aan. Jeetje, naar buiten? Is goed hoor. Zullen we naar buiten? Nee. Yes, oké. Hey, Rick. Hey, Rick. Hey. Oké, jongens, de uitslag zijn bekend. Het is, we hebben 3 dingen gedaan. Yeah. Justin heeft de eerste gewonnen. Ik bedoel, Rick had de eerste gewonnen. Justin de tweede en Rick de derde. Dus het is erg spannend, maar ik ga nu bekendmaken. Nee. Als je de puntentelling bij elkaar optelt, wie er heeft gewonnen. Wie zou het zijn? Hij moest net ook oplassen. Ja, maar net kon hij niet. Oh, misschien dat hij nu wel kan. Nee, hoeft toch steeds niet. Oh, god. Oké, met 2 punten voor Rick en 1 voor Justin is de winnaar. Je gaat het niet geloven. Komt die trommelgeroffel. Rick. Nee! Ja, ik weet het. Zo onvoorspelbaar. Zo close ook. Zo dichtbij ook. Ik dacht echt dat jij had gewonnen, man. Ja, goed, aangezien Rick heeft gewonnen, Rick, ga jij beginnen met de piratenklus. Ik wil graag dat het dek schoon is. Ik wil graag dat de mensen, de crew wordt gevoerd en zo. Dat zou ik zo graag niet willen Justin, doen. Jij hebt verloren. Nou, helaas, veel plezier. Ga jij lekker anders even chillen en lekker je ding doen. Ja, ik bedoel. Ja, maar yes. Met 3 pizzasnootjes zie ik nog. Geen pizzasnootjes. Hé, matroos aan het werk! Je hebt gewonnen, je bent een piraat! Dat betekent dat je aan het werk moet! Aan het werk! Met je kurk op je been. Nee, hij is geen matroos. Jij bent een nieuwe piratenmatroos hier. Aan het werk. Nee, goed, Justin. Zullen wij anders wat leuks met z'n tweeën? Ja, kom, gaan we anders lekker even wandelen. Wandelen, iets leuks. Ja, even wandelen. Dan kan ik even mijn ooglapje terugkrijgen. Dan gaan we even naar kapitein Breinbart of zo. Van de pok eind. Goed, jongens. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Vonden jullie het nou zo leuk om met Rick en Justin in 1 piratenvideo te zitten? En willen jullie dat ze terugkomen? Ja. Laat het dan zeker even in de reacties weten. Maar voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is. En dan nu spreken we later. Glaasje water. Lieve lesbieden, de volgende keer.